Dag dames en heren. Van het zuiden uit neemt de bewolking toe. En er trekken ook een aantal regen- en onweersbuien richting ons land. Daar hebben we deze namiddag en avond mee te maken. Maar ook morgen. Lage druk in de buurt van de golf van Biscayen is terug te vinden vanuit de grote hoogte, vanuit de ruimte. We zien diverse gebieden met bewolking. Ook over Nederland inmiddels. En ook de eerste buien zijn al gerapporteerd. Die trokken aan het begin van de middag. Via Limburg en het zuiden van Brabant naar het noorden. En hier zien we ze op de Nederlandse radar veel beter terugkomen. Uiteindelijk vormde zich ook op de Veluwe al een eerste felle bui. En dat is een beeld voor de komende uren. Op steeds meer plaatsen of vanuit het zuiden buien die op komen zetten. Nou, op sommige plaatsen is het gewoon even een gezapig regentje. Maar op sommige plekken gaat het dus echt om hele felle buien. Met onweer en veel regenwater. Het noorden van het land heeft er als laatste mee te maken. Maar daar zullen de buien ook pas in de loop van de avond wegtrekken. Grote regionale verschillen, lokale verschillen echt. Op een enkele plekken gaat het echt even flink te keer met veel regenwater. Op andere plekken valt het allemaal erg mee. De temperatuur begint vanavond wel aan een daling. En vanuit het zuiden wordt het in de loop van de avond wat rustiger en vannacht dan kan er op een aantal plaatsen wat nevel of mist ontstaan. Het wordt absoluut geen koude nacht, met minimaal 16 of 17 graden. Op de meeste plaatsen is het droog. Een enkele bui sluit ik niet uit. Morgen dan. Temperaturen die wat minder hoog uitkomen dan vandaag. In het Waddengebied bijvoorbeeld hooguit een graad of 18. Er staat er een stevige bries uit noordelijke richting, soms zelfs windkracht 5. Verder hebben we te maken met een afwisseling van wolken en zonneschijn. In het noorden valt in de ochtend misschien een bui. In de loop van de dag komen vooral in het oosten en zuiden weer een aantal regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. Er zijn dus plaatsen waar het morgen gewoon droog blijft. Komende dagen een afwisseling van zon en wolken, af en toe een Hollandse bui en temperaturen die weer wat omlaag gaan. Pas in de loop van het weekend komen we weer voorzichtig boven de 20 graden uit. Fijne avond.